Vandaag ga ik de winnaar bekendmaken van de Kids Go Harp Challenge. Je weet wel, die challenge waarbij je je kennis over de harp hebt kunnen testen. Ik heb heel veel inzendingen gehad, maar er waren maar een paar inzenders die echt alle vragen beantwoord hebben. Weet jij bijvoorbeeld wie Margriet Achard was? Wat is het allerkleinste interval? Of hoe noem je de metalen snaren van de harp? Weet jij bijvoorbeeld wie de componist is van dat stuk? Ja, een heel bekend harpconcert, maar ik had het een beetje veranderd in een oefening met een hele andere hakenstand, waardoor het wat minder herkenbaar was. Wist jij van wie die componist, van wie dat stuk is, wie de componist was? Was overigens Händel. Ook kreeg ik van Julie een prachtige tekening toegestuurd met allerlei mooie versieringen op haar harp, waarbij ze alle onderdelen van de harp mooi benoemd heeft. Heel erg bedankt daarvoor. De laatste opdracht van de challenge was een compositie te maken. Een compositie over de coronatijd. Hoe heb je die ervaren? Was je verdrietig? Was je boos? Kreeg je weer hoop toen alles wat losser werd? Nou, al die thema's kwamen wel voorbij in al die prachtige inzendingen die ik gehad heb. Echt geweldige mooie stukken heb ik toegezonden gekregen. En die thema's als het mysterieuze van het virus kwam prachtig voorbij in de stukken van Bas en van Zimra. Ook een stukje wat heel erg ging over het verdriet, over de zieken en de overledenen. Dat stond, zat ook mooi in het stukje van Zimra en Nora. En de boosheid, omdat alles anders is geworden bij Nora. Hoorde je dat heel goed? Die stuurde een stukje van de Vlaamse harpist Dieter de Wilde. Dat heeft ze tijdens deze coronatijd ingestudeerd. En het drukt voor haar de droefheid uit, maar het eindigt ook met klanken van hoop en blijdschap. Omdat alles langzaamaan in het leven weer een beetje normaler begint te worden. Heel veel dank aan alle inzenders. We zijn weer een paar prachtige harpstukken rijker geworden in deze tijd. En het leuke is, iedereen kan de stukken downloaden. Iedereen kan er lekker mee aan de gang deze zomer. Ze zijn te downloaden gratis op www.deharpschuur.nl. Heel erg bedankt aan alle inzenders. Maar nu het grote moment daar. Want wie wordt de winnaar van dit speciale Kids Go Harp Challenge winnaarspakket? Met daarin een harpboek met composities van andere jonge componisten, allemaal harpisten van de harpschuur, die in het verleden ook al hun stukjes hebben gecomponeerd. Daarnaast nog een harpboek met prachtige harpstukken die gaan over de wolken van de jonge componist Marijn Martens. Een leuk sudoku boekje, maar geen gewoon sudoku boekje, maar een muziek sudoku boekje. En nog een razend handig lessenaarslampje. Nou, het was een nek en nek race, kan ik je vertellen. Dus ik moest echt heel precies kijken wie nou echt alles goed had gespeld en alles goed had ingevuld. Maar degene die van alle 21 vragen er maar eentje miste, was Emma Werbroek. Jawel, super gedaan Emma. Van harte gefeliciteerd. Maar natuurlijk ook een heel groot dankjewel aan al die andere kinderen die hebben meegedaan en die zo goed hun best gedaan hebben. Blijf allemaal lekker harp spelen. Blijf mooie muziek maken, hoe moeilijk het soms ook is. Want muziek maakt je gewoon blij. Speciaal voor jou, Emma, nog even een lang zal je leven. Natuurlijk op de harp.